Beste collega's, vereerst wil ik jullie hartelijk danken voor jullie flexibiliteit en inzet in de loop van deze crisis. Hierdoor zijn we in staat geweest van de dienstverlening aan onze klanten te blijven verzekeren. Maar nu moeten we gaan vooruitkijken. Vooruitkijken in het nieuwe normaal. Een wereld waar COVID nog steeds aanwezig is. Een wereld waarin we moeten inslagen om samen op een veilige en efficiënte wijze onze taak verder te vervullen. En daar willen we zo snel mogelijk mee aan de slag. Want dat is de beste wijze om dat inderdaad te realiseren en ook de werkgelegenheid binnen onze organisatie te kunnen veiligstellen. Wel, hoe gaan we dat nu doen? Daar komen we in de volgende dagen met een plan van aanpak op basis van wat we in de laatste weken geleerd hebben. Maar toch wil ik reeds een tipje van de sluier oplichten. Het is duidelijk dat afstand houden op de werkvloer, 1,5 meter, essentieel wordt. En ik vraag jullie dan allemaal ook de discipline te hebben om dat uiteindelijk ook te doen. En we gaan dat een stuk ondersteunen. We gaan dat ondersteunen door wat we noemen het 50-50-50 concept. We gaan resoluut voor 50% thuiswerk waar het bewezen heeft dat het kan. 50% minder verplaatsingen en 50% minder fysieke meetings. Dit met het gebruik en met het gebruik van de tools die we in de laatste weken allemaal zo goed hebben leren kennen. Ik ben ervan overtuigd dat dat de beste en enige manier is om uiteindelijk de draad terug op te pakken en op een efficiënte en veilige wijze onze taak te gaan uitvoeren. En ik weet het, verschillende diensten en departementen zijn anders georganiseerd, jobinhouden zijn anders en daar gaan we rekening mee houden. We gaan onze teams de flexibiliteit en vrijheid laten om dat naar eigen inzicht en optimaal in te vullen. Ik dank jullie alvast voor jullie inzet.